Er zijn meer leslokalen nodig als gevolg van de vernieuwing die het onderwijssysteem in Suriname ondergaat. Daarom wordt er gewerkt aan het opzetten van, aan het opzetten en renoveren van klaslokalen waar nodig. Het renoveren van de Dependance Openbare School, OS Tutlivo, is daar een voorbeeld van, zei Sherida Salman Berggraaf, directeur Algemeen Vormend Onderwijs, vanmorgen tijdens de officiële opening van deze dependance aan de Lashmisingweg. In samenwerking met Kulditsing Group is er gewerkt aan het renoveren van 3 bestaande klaslokalen, het bijbouwen van 2 klaslokalen, een kantoorruimte, een toilettengroep en magazijn. Salman Berggraaf zegt dat het belangrijk is samen te werken voor het realiseren van deze projecten, omdat vanwege de financiële situatie het ministerie van Onderwijs dit niet alleen kan trekken. Onze onderwijsvernieuwing vraagt om meer lokalen, omdat we alle kinderen op school houden. Het is een bijna logisch gevolg van die vernieuwing die is ingezet. Het ministerie is bezig. We zijn vanaf het begin, vanaf de start van de vernieuwing, hebben we geconstateerd dat er meer lokalen nodig zijn. En we zijn constant bezig geweest en zijn nog steeds bezig. Maar om bezig te zijn en om succesvol te zijn daarin, heb je middelen nodig. Het ontbeert het ministerie van Onderwijs aan voldoende financiële middelen om te kunnen realiseren wat wij binnen een x-periode gerealiseerd willen hebben. Het beste dat we onze kinderen kunnen geven, zij onderwijs en kennis, zegt ad interim minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Krishna Kumari Mathura. De bewindsvrouw stelt dat de economische crisis waarin het land zich bevindt geen invloed mag hebben op de positie van het kind met betrekking tot het genieten van onderwijs. Wij van het ministerie die dealen elke dag, moeten dealen met die uitdagingen. En we moeten ook elke dag het kind centraal stellen. Ik heb al een inventarisatie gemaakt, want die klap die de heer Gayadin hier noemde, van dat krijg ik ook. Niet nu als waarnemend, maar al daarvoor. Want ouders willen dat hun kind eigenlijk elke dag naar school gaat. Ouders willen dat hun kind het beste onderwijs krijgt. En ik heb de inventarisatie laten maken. De directeur heeft het al gemaakt. En we gaan echt kijken naar alle scholen. En we gaan kijken hoe we eigenlijk oplossingen teweeg kunnen brengen. En niet alles heeft een lokaal nodig. Misschien moeten we de klassen iets groter maken. En dan kijken dat in de loop der tijden, in de toekomst, inderdaad meer lokalen, wanneer we een betere financiële uitgangspositie hebben, dat we meer lokaal gaan kunnen bouwen. Het erf waarop de nieuwe dependant staat, werd in 1960 gedoneerd door de heer Mahadeo Sital en was bedoeld om een school op te richten waarop kinderen in de middag Hindi-lessen konden volgen. Vanwege de grote vraag naar schoolruimte werd deze school in samenspraak met het ministerie gebruikt als dependance voor OS Tutlivo. Dat is sindsdien niet veranderd.